Check. Check. Bon, ik ben Steven Spillaby. Spilly, alias Spilly the Kid. 37 jaar. Forever young. Dit is mijn eerste vlog, ik zweer het u. En ik ga dat direct zijn. Ik wil het eindelijk zeker niet vloggen. Wat is eigenlijk? Ik heb mijn 15 minuten of fame. Ik wil het. Ik heb al zeker 15 miljoen minuten gekregen. Dus nu is het eigenlijk aan gedre. Dus daarvoor dat ik het doe. 20 jaar geleden, YouTube, dat bestond er nog niet. Dus, en dat is eigenlijk het begin van reality. En dat heb ik begonnen met Big Brother. En ja, ik heb dat gewoon. Dus maar ik heb alles zien passeren. Maar, 4 jaar geleden, heb ik eigenlijk een trombose gehad. Een domme val in Egypte, een klonterke in je ader en dat hij met mijn brain zou komen. Ik kon met mij babbelen of schreeuwen. Ik kon ons aan die papa of wat zeggen. Ze noemen dat eigenlijk brabbeltaal. Hoe je een baby hebt, hoe je kindje zit, van 0 tot 1 jaar, ze proberen woorden te maken, maar dat gaat niet. Totdat ze zeggen, je wil 10 duist of duist keer, ze zegt papa of mama, ze zeggen, zeg ik papa, dan zegt hij papa. Dus zegt hij, tjing, die probeert een link te maken in zijn brains. Ja, brabbeltaal. Dus eigenlijk ben ik al bijna meer dan 4 jaar bezig met revalideren. In 1 seconde kan uw leven gedaan zijn. Dus leeft. Kijk, use your broccoli brain. Ik heb die een design zelf gemaakt. Maar de vrouw die ik stuur naar iedereen, wat ga je doen met je leven? Neuten? Zang, ben niet, doe ik het normaal. Ze kan, zang. Daarom wil ik eigenlijk geven aan mensen, een beetje coachen, aan de youngsters, aan studenten. How to enjoy life. Een trap kunnen er omhoog doen. Help mensen inspireren hun fun. Zijn ik happy? Als er een keer rare woorden binnenkomen in mijn mond. Binnenkom in mijn mond. Dat is eigenlijk niet meer. Kijk, ik heb daar een secretaresse in mijn brains. Verstuit. En ze noemt Sabine. Ze smut eigenlijk woorden. Verstuit. Dat eigenlijk een beetje een game vindt. Ik zweer het u. Dat ik Bolos Mitte. Hoe je structuren maakt. In het Nederlands. Verstuit. Ze smut onze woorden. Bam. Soms dat die zin maar 80% of 90%. Juist. Dus dat is eigenlijk, kijk, Sabine, doe normaal. Of help me. Of geef me het woord dat ik nodig heb. Of ik weet het niet. Maar ja, bon, dat is mijn probleem. Dus dat hou je in mijn leven zijn, ja, kijk. Yonder Brains, een secretaresse, dat is eigenlijk, ze werkt 100%. Van s'morgens tot s'avonds. Yonder secretaresse werkt fulltime. De minne, ze werkt maar halftime. Een jaartje geleden, ik even naar tv geweest van Cookie, van de boss van Samsung. Samsung. En een beetje babbelen over mijn ongeval, ik weet het niet. En ik heb ook gezegd, Tom, ik heb nog een droom. Maar ik weet het eigenlijk nog altijd niet. Ik had toen een bedrijf gemaakt. Ik denk iets met media, met fashion, met entertainment, zo en dat. Dus, en daarom heb ik eigenlijk gewoon zei van, ik ga beginnen met vloggen. Beetje, my way of life. Work hard, play hard. Oh, dat gaat van alles, nee, alles van reizen. Je kunt veel leren, hoe je aan de prijs zit. Alles van NFT, crypto, art, Big Brother over Captain Cage. Ik heb hierboven ik heb eigenlijk een hele kamer met kledij. Ik zweer het niet helemaal. Bob, jij studeert bij Vives, dus wij zijn alles van marketing, alles van ondernemen, entrepreneurs, studenten, hobby's, tv, taboes. Eigenlijk wil ik eigenlijk een soort een community maken. Overvlom. Maar hither, feed me. Hier ze, use your broccoli brains.
Allee, snap je? Je zit, wat ga je doen met je leven? En ja, it's a call to action. Stuur me spilly@me.com of spillythekid@instagram. Voilà. It's a cut. Maar ik weet het nog. It's a cut. Die zat er nu zo. Cut. Gold. Maar bon, doet er niet toe. Tot snoms. Werd de secretaresse. Zwer het u. Tekst 34 doet het, zwer het u. Ah, kom me dan klaar. Hallo. Ja. Kijk, ja, ken ik niet. Check. 433. Oh, stop. Maar niet iedereen kan happy zijn. Wat?